Hoi, welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag geef ik je antwoord op de vraag of tofu een gezond of juist ongezond product is. Tofu wordt gemaakt van sojabonen. En sojabonen, daar kan soms nog wel eens wat ophef over zijn, van of dat nou gezond of niet gezond is. En daarom hebben mensen die vraag ook vaak over het eten van tofu. Nou, tofu is een eiwitrijk vegetarisch product. En het zijn best wel hoogwaardige eiwitten, omdat blijkt dat sojabonen alle essentiële aminozuren bevat. Een eiwit bestaat uit aminozuren en daarin zijn er een aantal wat wij noemen essentiële aminozuren. En dat betekent dat je die niet zelf aan kan maken in je lichaam, waardoor je ze ten alle tijde uit je voeding moet halen. Nou, de sojaboon bevat al deze 9 essentiële aminozuren en wordt daarmee ook een volledig eiwit genoemd. Nou, wordt tofu niet gemaakt van de hele sojaboon, maar het wordt eigenlijk gemaakt van een stremsel van ongefermenteerde sojamelk. Dus het bevat wel wat minder eiwit in dat opzicht dan de hele sojaboon of wat minder van dat aminozuurprofiel. Maar het is nog steeds een volledig eiwit en daarnaast is het ook gewoon een eiwitrijk product. Zo bevat de standaard stevige tofu 13 gram eiwit per 100 gram. Het is dus zeker wanneer je vegetariër bent een heel goed alternatief voor vleesopties, omdat het voldoende eiwitten levert. Een ander mooi effect van tofu en sojaproducten is dat het cholesterol kan verlagen. Onderzoek wijst namelijk uit dat het eten van tofu het cholesterol zo'n 4-6% kan verlagen. En dat is al bij een inname vanaf 25 gram per dag, wat helemaal niet zoveel is. Nou, een reden waarom veel mensen denken dat tofu misschien niet zo gezond is, dat heeft te maken met een soort mythe over dat sojaproducten oestrogeen zouden bevatten. Nou, oestrogeen is even simpel gezegd ook wel het vrouwenhormoon. En er gaan dan verhalen over het internet dat mannen bij het eten van veel soja bijvoorbeeld borsten kunnen ontwikkelen. Nou, daar is allemaal vrij weinig van waar, tenzij je het in extreme hoeveelheden zou eten. En het is ook zo dat sojaproducten niet daadwerkelijk het vrouwelijke hormoon oestrogeen bevatten. Het bevat een stofje wat lijkt op oestrogeen en dat noemen we isoflavonen. Het lijkt qua chemische structuur heel erg op oestrogeen, maar het heeft niet exact dezelfde werking en dus ook niet dezelfde werking in ons lichaam. Voor het overgrote gedeelte van de bevolking is er dus geen enkel risico bij het eten van sojaproducten. Natuurlijk is het zo bij sojaproducten, net als met eigenlijk alle andere producten, dat je niet ineens extreme hoeveelheden ervan moet gaan eten. Maar iedere dag wat tofu eten, dat is helemaal niet slecht voor de gezondheid. Daar is één kanttekening bij te zetten en dat heeft te maken met mensen met een slechte schildklier of eigenlijk een trage schildklierwerking. Er blijkt inderdaad wel dat die isoflavonen daar effect op kunnen hebben. Het kan effect hebben op de opname van zink en jodium. Het kan ook in de weg zitten met de medicatie die mensen hiervoor slikken. Dus op het moment dat jij bent gediagnosticeerd met een trage schildklier of schildklierproblemen in het algemeen, overleg altijd even met jouw begeleidend arts of jij sojaproducten kan eten en zo ja, hoeveel. Maar is tofu nou een gezond of ongezond product? Het is gewoon een gezond product waar je absoluut regelmatig gebruik van kan maken. Ik hoop dat ik je zo antwoord heb kunnen geven op de vraag of tofu ongezond of juist gezond is. Heb je nou nog andere producten waarvan je dit altijd hebt afgevraagd? Laat ze vooral even achter hieronder in de reacties. En dan probeer ik daar in de toekomst een video over te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog en klik hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel. Ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.